Goedemiddag allemaal, mijn naam is Evert de Napel en naast mij zit oud-international Jurie Mulder. Ja, oud-international, dat klopt Evert. Dankjewel. En vandaag gaat het dus tussen Atletico de Madrid en FC Porto. Met deze formatie stapt Atletico Madrid het veld op. Als we kijken naar de opstelling, zien we dat het gekozen is voor het klassieke 4-4-2 systeem. Wat gaat het voor dit duel betekenen? Ik heb geen idee, Evert. Dat zullen we even moeten afwachten. Doorgaans zet dit team veel druk op alle posities. Ze jagen de tegenstander op en je moet dus bij de pinken zijn en foutjes voorkomen. Kunnen we dat vandaag ook verwachten op basis van deze opstelling? Ja, dat lijkt me wel. Ze blinken uit in dat opjagen en de trainer ziet het ook graag zo. Ja, het zal echt aanpoten worden voor de tegenstander even. Tot voor kort speelde Atletico Madrid zijn thuiswedstrijden niet in dit stadion, maar in het Vicente Calderón, een legendarisch stadion hoor. Ja, er was behoorlijk wat gedoe over de verhuizing, Evert, maar het is een prachtig stadion geworden. En het veld ligt er schitterend bij. Bovendien is de sfeer toch wel weer als vanouds. Ja, sfeer maken, dat kunnen ze wel hoor, die Madrilenen. Er zijn maar bar weinig Nederlanders die het shirt van FC Porto hebben gedragen. Maar ze hebben hier wel een Nederlandse coach gehad. Ja, Co Adriaans, hè? Die heeft het niet slecht gedaan daar hoor. Kampioen geworden en de beker gewonnen. Nou, dan heb je het gewoon heel goed gedaan. Atletico Madrid mag laten zien wat het kan. De aftrap hebben ze al genomen. Mogelijk een goede kans hier. Danilo Pereira. André. Niet. De scheidsrechter geeft een vrije trap zo vroeg al in de wedstrijd. Hij gaat op de bon en het is nu dus uitkijken geblazen. Het gevaar wordt afgeslagen. Er zit totaal geen systeem in de... André! Daar zal de keeper niet wakker van liggen. Fernandes. Antoine Griezmann. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Hij heeft een sterk schot in de benen. Tegen de dekblad. Thomas Partey. Augusto. Mooi, ja. En een paas naar de vleugel. Moet je dat zien? Correa. Weggewerkt door de keeper, maar de aanval gaat door. André. Ricardo Pereira. De tegenstander kan de bal onderscheppen. De aanval is de beste verdediging, denkt Griezmann. Corona. Er ligt heel veel ruimte daar op de flank. Corona. Dat scheelde maar een fractie.
Juan Fran. Thomas Partey. Correa. Nou, hij gaat schieten. Of probeert hij toch nog? Houdt hij het hoofd koel? Griezmann. Die speler was de verdedigers helemaal kwijt en haalt uit. Maar het resulteert niet in een doelpunt. Nee, daar kwam die verdedigers goed weg, want ze waren helemaal weggespeeld. Hier hadden wij eigenlijk geen doel en technologie bij nodig, Jury. Wij dachten meteen al dat het geen doelpunt was. Nee, dit is duidelijk. Dat komt niet eens in de buurt van het doelpunt. Thomas Partey. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. De doelman pakt de bal makkelijk. Corona. André. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Loeihard. Een gevaarlijke situatie. Atletico Madrid mag het spel hervatten met een corner. Diepe corner. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. André. Alex Telles. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? De verdediging is in vorm, ook op de flanken. Thomas Partey. Griezmann. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Goed idee zo over de flank. Die is doorgebroken. De bal gaat achter en het wordt dus een doeltrap. Uitstekend gekiept, dan moet je die reactie zien. Als een pijl uit de boog. Zie daar maar eens langsgekomen. Juan Fran. De paas wordt eruit gehaald. Gevaar voorbij. En hij is de bal kwijt. Oké. André. Vincent Aboubakar. Het is lopen met de bal richting het doel. De lage bal. Spits krijgt de bal niet voor op zijn voet, denk ik. Het was een schampschot. Wie van FC Porto gaat die hoekschop nemen? Ze kiezen voor de lang. Een makkie voor de keeper, deze slecht genomen corner. De doelman heeft vandaag wilde plannen. Kijk eens even. Hij nam hem op de slof, maar de keeper kreeg het er niet echt warm van. Nee, de doelman had er goed zicht op, maar hoefde het niet eens in actie te komen. Thomas Partey maakt zich wellicht al de keeper van de redding. Corner. En dan kan het spoken voor het doel, hoor.
Mooie redding van de keeper op dat afstandsschot. De hoekschop komt in het strafschopgebied. Paniek in de 16, waar de verdediging de grootste moeite heeft om het gevaar af te wenden. Danilo Pereira. Hernandez. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Niet gefloten, voordeel dus voor Porto. Corona. Vincent Aboubakar. Voordeel gezien door de scheidsrechter. Porto mag door. Ja! De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Hij heeft eerder al geel gegeven aan deze speler. Ik ben benieuwd of er weer een kaart komt. Ja, dat is natuurlijk niet slim met al geel op zak. Nee, dat wordt onder de douche staan. Hij zet zijn tackle te laat in en maakt daardoor een overtreding. Goed gezien door de arbiter. Overtreding gezien door de scheids. Antoine Griezmann. Die aanval komt niet verder dan het middenveld. Yassine Brahimi. Die wordt weggestuurd. Hij wordt weggestuurd. Hoekschop. De bal werd nog aangeraakt door de verdediger. De bal wordt voor het doel gebracht. Met zulk aanvalsspel, ja, daar maak je de tegenstander echt niet bang mee. Er ligt ruimte achter de verdediging. Van zo'n afstand laat deze keeper zich echt niet verrassen. Dat is buitenspel. Slordig omgegaan met het balbezit. Die is er vandoor. Oh, dit kan een kans worden. Ziet er gevaarlijk uit. Volgens mij trapte die spits half over de bal heen. Die bal is voor de tegenstander. Danilo Pereira. Er is gefloten voor buitenspel. Ik twijfel of dat de juiste beslissing is. Uitstekend over de breedte geplaatst. Komt die verdediger tegen. Hij heeft veel oog voor zijn ploeggenoten en zijn passen zijn uitstekend. Danilo Pereira met gevoel gegeven. Hij is doorgebroken. Een schot. Eens kijken wat Porto gaat doen met die hoekschop.
De bal wordt in de 16 gebracht. Paniek achterin. De verdediging heeft moeite die bal weg te krijgen. Harde en lage voorzet. Mislukte inworp, weg balbezit. Correa. Overtreding. Blijven de kaart op zak. Hij maakt een overtreding met die sliding. De scheidsrechter heeft het gezien. Hij maakt een sliding, maar daarbij raakt hij de man. Griezmann. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Hernández. Daar is het eerste doelpunt van deze wedstrijd. En de spelers zijn door het dolle heen. En terecht. Maar ze zullen het hoofd erbij moeten houden, want ze zijn er nog niet. Ze zijn in de minderheid, maar ze geven nog niet op, getuigen deze goal. Inderdaad, ze laten zich niet kennen en slaan effectief. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Eerste doelpunt van de wedstrijd. En dat had net zo goed van het andere team kunnen zijn, Jury. Ja, want we zien goed spel van allebei de elftallen. Ja, en dat dan die ene scoort, dat is dan... De eerste helft is gespeeld. 1-0 is de stand. En maar eens kijken wat de tweede helft ons te bieden heeft. Van hem hebben we genoeg goede acties gezien in de eerste helft, Jury. Ja, heel goed, Evert. Het is fantastisch te spelen. Ja, en natuurlijk door die late goal van hem ziet de wedstrijd er nu totaal anders uit. Ja, wat een klap voor de tegenstanders. Gaat hij voor een schot of probeert... De tweede helft staat op het punt van beginnen hier in het Wanda Metropolitano. Daar zit de tegenstander tussen. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Schot van Griezmann. De scheidsrechter geeft daar een hoekschop aan Atletico Madrid. Griezmann kiest voor de lange corner. Ai, 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 van die afstand mag je toch wel meer verwachten hoor. Zo'n bal moet toch eigenlijk gewoon tegen de touwen? Ja, die had moeten zitten, Evert. Deze slappe inzet, die had jij ook gepakt. Zeker weten. Die is er doorheen. Hij is er vandoor. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. We krijgen dus een vrije trap en een mooie plek. Dat was toch wel een fikse overtreding hoor. Ja, dat zie je vaker, hè, Evert, dit soort overtredingen. Terechte rode kaart. Lekker schot hoor. Wat een afzwaaier toch. Van dit soort ballen ligt de tegenstander echt geen seconde wakker. Nee, dit is natuurlijk een ongelooflijk slecht genomen vrije trap. Felipe Luis. Correa.
Daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel. Hernandez. Yannick Carrasco. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we Griezmann met de grote kans. Via de verdediger gaat de bal over de achterlijn. Hoekschop dus. Atletico Madrid mag een hoekschop gaan nemen. Die geblesseerde speler kan blijkbaar niet verder. Griezmann kiest voor de lange corner. De aanval loopt spaak. Philippe Luis. Dat levert gevaar op zo'n schot. Net naast. Als die bal erin was gegaan, hadden ze de winst waarschijnlijk zeker gesteld. Het was een grote kans. Een enorme kans. Baasje. Hij is doorgebroken. Dat zal wel eens de gelijkmaker kunnen zijn. Schot gelost. Wat een verprutst daar. Die bal had er wel in gemogen wat mij betreft. Gemoeten zelfs, Evert. Oog in oog met de keeper. Ja, dan moet hij gewoon zitten. Yassine Brahimi. Wie weet levert dit een kans op. Thomas Partey. Yannick Carrasco. Antoine Griezmann. Correa. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Als ze dit goed kunnen uitspelen, kunnen ze toeslaan op de counter. Hij weet die paas te onderscheppen. Alle hens aan dek in de achterhoede. Waar ze de grootste moeite hebben om de bal weg te trappen. Gaat hij zelf of geeft hij hem af? Die bal is voor de tegenstander. Een opgelegde kans. Daar wordt een enorme kans op de gelijkmaker geprust. Ja, als ze deze wedstrijd verliezen, zullen ze nog wel eens terugdenken aan deze 100% kans. Philippe Luis. Loepzuivere paas. Komt goed aan. Angel Correa. Mooi de ogen kopt hoor. Griezmann met een schot. Corner, een kans om de voorsprong te vergroten. Hij kan niet verder. Een gedwongen wissel voor de trainer. Met die blessure maakt hij de wedstrijd niet echt vol. Hij kiest ervoor om de bal voor het doel te brengen. Paniek in de 16, maar de verdediging op de wreef en een schot. Doorgekopt naar een ploeggenoot. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Dus snel vertrokken en dus afgefloten voor buitenspel. Als die speler geen man van de wedstrijd wordt, dan weet ik het niet meer, Jury. Precies, Evert. Hij was heel belangrijk voor zijn elftal vandaag. En ja, moet je dat publiek horen. Dat vonden zij ook. Maar toch moet hij plaats maken voor een teamgenoot. Verlengt hem met het hoofd. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt. Die bal lijkt op maat. En nu scoren. Doelpunt. De stand is weer gelijk. Ik ben benieuwd of ze nu door kunnen drukken.
Dit doelpunt zal in ieder geval een flinke steun in de rug zijn. Genadeloos ingeschoten van zeer dichtbij. Daar valt weinig eer te behalen voor de keeper. Ja, die was kansloos bij deze actie. Die zal zijn verdedigers nog wel even flinke les lezen. Oké. Vrije trap. Thomas Partey. Een grote kans voor Carrasco. Knap gered, maar het blijft opletten geblazen. Alex Telles. We hebben nog 20 minuten van de reguliere speeltijd over. Er is aan de zijkant genoeg ruimte om te benutten. Dat moet de voorsprong zijn. Neemt hem op zijn slot. Daar is de voorsprong. En kijk eens wat een ontlading. Begrijpelijk, maar ze zijn er nog niet hoor. Ze moeten dit nog wel even op de streep trekken. Goed gedaan. Mooi doelpunt. Dat is pijnlijk voor de keeper. Hij stopte de eerste inzet, maar de bal belandde voor de voet van de aanvaller. En die wist er wel raad mee. Griezmann. Fernandes. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Die is er doorheen. Diego Costa. Antoine. Schot van Griezmann. En dat schot bereikt het doel niet. De bal wordt tegengehouden. En nu recht op het doel af. Daar is de poging. Wat een redding, Jury. De tegenstander had een vrije doortocht naar het doel. Maar ze hadden buiten de keeper gerekend. Die liet zich even niet in de luren leggen. Ja, die keeper doet alles goed hoor, Evert. Hij gaat op het juiste moment voor de bal. Hij is echt met lef gekiept. De coach probeert iets nieuws. We zitten al in de tweede helft en ze staan achter. Een andere tactiek is dus prima. Ze kiezen voor de lange variant. Daar zit de tegenstander tussen. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Hij weet die paas te onderscheppen. Die dribbelt met de bal richting het doel. Otavio! De doelman pakt de bal makkelijk. Die bal is voor de tegenstander. Nu schieten! Daar is opnieuw een goal. Is dit een beslissing, Jury? Wat denk jij? Je zou het toch haast denken. Er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetbal, Evert. Maar de tegenstander zal aan de bak moeten als ze hier niet met de nederlaag van het veld willen stappen. Wauw, een cadeautje. Een vreselijke fout, zul je bedoelen. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. We hebben nog 10 minuten aan reguliere speeltijd over. Nee, het idee van de paas was... Wat een snelheid. Overtreding. Blijven de kaarten op zak.
De scheidsrechter stuurt hem van het veld af. Hoeveel staan er eigenlijk nog op het veld? Kun jij ze tellen, Jury? Een stuk of vijf. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. De scheidsrechter had geen keuze hier. De aanval strandt en we krijgen een doeltrap. Moet je die supporters eens tekeer horen gaan, Jury? Die denken dat de buiten al binnen is. Ja, maar een balletje kan raar rollen. Ze hebben de wedstrijd nog niet gewonnen. Hernandez. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen. De scheidsrechter geeft een vrije trap. Die sliding was niet volgens de regels. Hij probeert de tegenstander van de bal te geleiden met een sliding, maar hij maakt daar wel een overtreding bij. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Vitolo. Oliver Torres. Voordeel gezien door de scheidsrechter. Houdt hij het hoofd koel? Waar blijft... Dat lijkt een prima steekpaas. Hij gaat tegen het aluminium. Een uitstekende kans daar. Maar ja, hij komt tegen het houtwerk. Ja, die had er natuurlijk wel ingemogen, Evert, hè. Is ook een klein beetje pech. Maar ja, ik denk dat ik hem er wel ingeschoten had, hoor. Hij maakt een overtreding met die sliding. De scheidsrechter heeft het gezien. Sliding, overtreding. De hoekschop komt in het strafschopgebied. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Makkie voor de keeper deze. Buitenspel volgens de scheidsrechter, anders was het wel een doelpunt geweest. Hernandez. We krijgen maar liefst 5 minuten extra tijd. Oh, dit kan een kans worden. Goed verdedigd. Oliver Torres. Volgens mij heeft de doelman ambities als veldspeler. Hij is letterlijk en... Daar is de poging. Goede ingreep door de keeper. Hoewel de bal nog in het spel is. Er liggen mogelijkheden hoor in de omschakeling. Kans om te schieten. En die bal wordt van de doellijn gehaald door de verdediger. Geweldig gedaan. Ik dacht dat hij er al in zat. De keeper krijgt het benauwd in zijn penaltygebied en zet het op een lopen. De partij zit erop. Als dit verlies nou maar niet door de kopjes van de spelers blijft spoken. Wanneer ze de volgende keer er echt moeten staan in de competitie. Ja, en dat is het risico van vriendschappelijke wedstrijden. Je kunt ze ook verliezen. Hij speelde vandaag de sterren van de hemel. Wat een optreden. Ja, geweldig. Hij heeft er gewoon 2 gemaakt. Hè? Dus dat is toch knap.
En hij barst van het zelfvertrouwen, dat zie je. Je ziet zijn medespelers ook opleven als ze met hem kunnen samenspelen. En ja, ik denk dat dat vandaag de zeven heeft opgeleverd.